Sociale partners en het kabinet hebben gisteren een sociaal akkoord gepresenteerd. Vanochtend in de ministerraad was er brede waardering voor het werk van sociale partners en de betrokken kabinetsleden, minister Asscher, minister van Sociale Zaken. Het akkoord staat geheel in het teken van werkgelegenheid. Het staat in het teken ervan te zorgen dat mensen aan het werk blijven, dat mensen van werk naar werk worden geholpen, dat mensen zo snel mogelijk weer in het land aan de slag komen. Ik heb gisteren de hoofdlijnen benoemd, de WW, toekomstbestendig maken, het ontslagstelsel eenvoudiger en flexibeler maken, de uitwassen in de flexsector aanpakken, maar vooral ook mensen weer aan de slag helpen, mensen activeren, begeleiden van werk naar werk en uiteindelijk ook, en dat gaat mij persoonlijk zeer aan het hart, zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen. U heeft inmiddels allemaal de tijd gehad om het akkoord te lezen. U heeft erin kunnen zien dat de hoofddoelstellingen van het kabinetsbeleid overeind blijven. We versterken de economie door hervorming van de arbeidsmarkt. En we houden vast aan onze doelstelling om het huishoudboekje van de overheid op orde te brengen. Om deze doelstellingen te bereiken hebben we, zoals ook aangekondigd in het regeerakkoord, de hand uitgestoken naar sociale partners. Zij hebben de moed gehad om niet uit te gaan van het eigen belang, maar juist die uitgestoken hand aan te nemen. En daardoor ligt er nu een akkoord dat zal bijdragen aan herstel van vertrouwen in onze economie. Breed draagvlak in de polder is een eerste stap. Het kabinet gaat dat ook zoeken in de Kamer. En daartoe zullen wij volgende week, nou, het laat zich naar het aanzien aanstaande woensdag, het debat voeren over het sociaal akkoord met de Tweede Kamer.